Dear Digest. Hi lieve tatties, welkom bij een onwijs leuke nieuwe video. Ik ben Tessa. Ik ben René. En we zijn in het landgoed, of in ieder geval in de buurt van landgoed Okkenburg. Ja, met een rage op de achtergrond. Een heel mooi stukje bos. Heel klein, hier zo. Oh ja. Ga ik hem kijken hoor. Wil niet. Nou wel toch? Kom op. Ja, komt ie. Even wachten. Ja, even wachten. Bijna. Jezus. Hij wil gewoon niet. Oh ja, daar komt hij. Ja. Zo dan. Hè. Zo, dat duurde even. De tandjes. Oké, dit is gelijk een review filmpje over de Canon G7X. Echt hè? Nee, zonder geen. Het is een fantastisch ding, maar dat focussen en zo, dat is voor ons niet echt weggelegd. Dat is echt een issue, ja. Maar goed. Maar we hadden zoiets van, wat gaan we doen en wat is leuk in de buurt? Dus we dachten, we gaan lekker een stukje fietsen. Ja, landgoed Okkenburg. Het is dus een en al bos en hommers en fietsers en wandelaars. Ja. En wat we nu nog niet hebben gezien, ruiters. Maar ruiters inderdaad. Mountainbikers, wielrenners, mensen met hondjes, met kinderen. Schildpadden. Schildpadden? Rijgas. Rijgen. Sportverenigingen. Ja, van alles eigenlijk. Gewone wandelaars. Dag mevrouw. Dus ja. Dus we nemen jullie wel een ook beetje een ontzettende mee? Rust, hè? Mm-hmm. Ja, ik zie niet van die vloggers hebt de hele tijd hier. Zijn ze weer. Nou, we nemen jullie gezellig mee. Het is ook een mooi stukje hier, baby. Ja. Met de zon was nog mooier. Oh, even op me zit. Ja, dat doe ik toch. Meestal is het andersom. Waar staat hij mee, jij? Helemaal niet. Ik ben ontzettend braaf. Ik ben een rijksambtenaar, dus ik ben heel braaf. Mm-hmm. Ik moet me ten alle tijden gedragen. Pac-Man. Ik weet niet waar ik zit te filmen. Hier zo. Ik zal het vast wel ergens goed hebben gedaan. Het valt een beetje tegen, Vinny, met de fiets. Ik weet het niet meer. Ik vind het mooi. Maar het is elke keer als we iets opzoeken op internet. Met de Japanse tuin was dat ook zo. En je denkt van, oh, mooi. Nou. En dan gaan we erheen. En dan denk ik van... Is dit het? Is dit alles? Ja, dat klinkt dan weer super oneerbiedig. Ja, het is wel mooi. Nee, maar wat ik zeg. Ik denk dat we gewoon nog een keer terug moeten. En dan gaan wandelen. Want er zijn wel heel veel paadjes en zo. Wow. Ja, te laat. Hij gaat landen. Oh, die was echt heel mooi. De tandjes. Ah, oh, hij vloog echt dichtbij. Die was echt heel mooi. We zijn echt weer te laat. Je bent zo langzaam, Poppy. Oh ja hoor, tuurlijk. Die rager is gewoon fucking snel. Nou ja, dat soort dingen dus inderdaad. Oh, oké. Ik vind het dus met de fiets vind ik het wel een beetje beperkt eigenlijk. Ja, want eigenlijk zijn we nu alweer ergens in gefietst waar we niet mochten fietsen. Dus nee, precies. Krijg je dat soort dingen weer. Komt de boswachter. Heeft zich op je donder. Dan mag je niet komen en zo. Dan moet ik hem weer de mond snoeren. Dus dit zeg je nu pas. Ja? Het is vol te amas die. Oh! Heeft niemand gezien, want ik zat volgens mij boven die boom te filmen. Maar dus ik zet de camera uit en René zegt, je hebt gewoon tussen je tanden. Dus ik krijg niet pas mee dat er een of andere mos
ergens een stukje mos in een bos heb opgepakt. Waar dan? Daar. Een stukje broccoli. Oké. Niemand gezien. Lina? Ja? Nu vraag ik aan jou, wat een leuk jasje heb jij. Ik wel. Je hebt echt een leuke jas aan. Dankjewel. Oké. Okay. Laten we verder gaan. Ja. Oké. Okay. Let's go! Hey babes. Hi baby. Het waait een beetje. Ja. Waar zijn we? We zijn in Amsterdam en ik ga hier in een Fiat commercial. Amsterdam, baby. Ja. Dat niet. Maar we mogen verder niet zoveel filmen. Ja. De set. Dus hopelijk kunnen we dadelijk wat meer vertellen. Ik heb begrepen dat er social media verbod is. Ja. Ik wil niet zeggen dat we niet voor ons portfolio natuurlijk wat filmpjes en video's. Of filmpjes en video's. Dat is goed. En foto's mogen maken. En ze weten niet eens wat je aan moet schoentjes. Komt helemaal goed. Dit is de set. Het is afgehuurd hier. Het is gewoon Hollywood tafereelen. Dit zijn ook allemaal figuranten die figureren direct in jouw reclame. Die figureren in mijn figuratie. Ik vind hem mooi. Nou, we gaan het zien. Ja. Je zit erbij. Breakfast Club. Oh, een leuk tentje. Het ziet er mooi uit. Als we daar weer zo moeten wachten, dan doen we als gewoon. Als we niet opgevallen. Best. Goed van huilen van de wind. Oh. Oké, ik ga even troosten. Oké. Ik zie een bloedmaan. Ja, daar is een bloed oog. Volle maan. Zo agressief, de tuintjes. En doe dan? Ik ben Moze. Zijn rimpels. Ja. Een soort van zijn derde en vierde beeldmaat schoonmaken. Ja, precies, dat kan toch niet? Het is echt zo vies, jongen. Ik hou het liefst gewoon mijn nagel weg. Ah, baba. Het is ook gewoon echt een productiefout van dit model. Ja, maar gewoon. Elke dag is het weer het fucking hetzelfde liedje, hè? Jij ook. Je hebt het ook tegenwoordig. Het valt nooit wat. Er is ook ineens opgedroogde rimpels die ik elke dag moet schoonmaken, want ze niet leuk vindt, zoals je dat ziet. Gentje vindt het iets minder leuk dan. Nee, Mo vindt het waarschijnlijk ook niet leuk, maar die is gewoon. Ik krijg wat. Ja. Mo is gewoon een beetje te lam om te reageren, hè? Ja. Maar. Hoe is het daar? Hoe was het vandaag? Het zit er weer op voor vandaag. Ja. Gaap. Je tv-klus voor vandaag. Ja, dat was echt geweldig. Dat was awesome. Dat is wel awesome, we hebben echt een leuke dag gehad. Hé Poepie? Wat is het? We hebben heel dag op het terras gezeten. En niks gedaan. Een mooie auto. Laat jij nou een boel? Zo! De tuintjes! Lekker! Ik had gewoon moeten liegen dat het Mo was. Nou, ik geloof niet dat Mo pizza op heeft. Jezus man, zat er salami op? Er zat heel veel op. Ik had gewoon, kon niet kussen tussen McDonald's of pizza. Dus werd gewoon
Cheeseburger. Maar nee, maar hij was dus voor Fiat. En ja, wordt denk ik in Italië uitge... Ja, ik denk overal. Oké, we denken overal uitgezonden. Dus als je straks lekker ding op het terras ziet. En de nieuwe Fiat 500. Blonde schim ziet zitten zo lekker op het terrasje. Pang! Een Fiat 500 X. Nee. 100%. Dat was een Fiat X. Fiat 500 L. En een Fiat 500 S. X. Ik pak het even aan. Nu. Nu. Nou, als ik nou ongelijk heb, dan ga ik echt stuk. Maar goed. Het is de Fiat X. Dat is die hele grote namelijk. S. Nee, X stond nota bene op. Fiat 500L/500S design. Ja, ja. Dus. Dat gaan we weer niet. Nee, nog steeds niet. Ja, dat is die ene. Ja, nee. Ik geloof nog steeds niet. Hou vast. Nee. Oké, nou, dan gaan we bij deze even afsluiten. En gaan we even controleren. Vond je deze video heel erg leuk? Dan duimpje omhoog. En, vond je ook dat René gelijk had? Abonneer dan even gezellig. Vind je ook dat René gewoon eventjes stil moet zijn? En hier meteen moet knijpen? Nee, dat is niet waar. René heeft nooit stil te zijn. En ben je nog niet geabonneerd? Klik dan even op abonneren. Op het belletje. Of als je niet op de muis bent, maar op je telefoon, dan moet je eventjes gewoon op je scherm drukken. En dan ben je geabonneerd. Klik, swipe, dinges. En dan zeggen we... En dan zeggen we... Tot de volgende keer! Tot rusten! Ciao! Arie en Betsy.